huidige situatie is zo dat we een hel en terug, halverwege de baan, is een oversteekpunt om naar het vrachtplatform te gaan. Alles wat daar naartoe moet en daar vandaan moet, dan moet constant de baan oversteken. En dat betekent dat tijdens het starten en landen er elke keer gaten gecreëerd moeten worden om dat mogelijk te kunnen maken. Achter mij zijn we een nieuwe aansluiting op de baan aan het maken. Nu krijgen we dadelijk een tweede ontsluiting voor het vrachtplatform, waardoor we minder onderbrekingen krijgen tijdens het gebruik van deze baan. Nou, het hele grote voordeel is je kan de baan langer achter elkaar gebruiken. Het hoeft minder vaak onderbroken te worden. En doordat je minder onderbrekingen hebt en minder oversteekmomenten hebt, is het ook een heel stuk veiliger.